maand bestaat de deelraad Zuidoost niet meer. Een verandering in het Amsterdam bestuurlijk stelsel is dat. De laatste raadsvergadering, ja, is jammer. Ja, en alles komt een eind. De raad gaat veranderen. Nieuwe bestuurscommissie 19 maart. En dit is de laatste raadsvergadering. Dus ja, dat met een bijzonder accentje. Jammer ja, want ik heb het nu 12 jaar gedaan. En we hebben toch heel wat kunnen bereiken voor Zuidoost. Ja, en dat gaat straks toch heel erg anders worden in de bestuurscommissie. Want eigenlijk hebben we dan heel weinig te zeggen. Want de centrale stad die regeert en wij moeten uitvoeren. Wat was nou voor u een echt hoogtepunt? Hoogtepunt was dat wij van een wijk die een no-go area was, Holendrecht, een wijk hebben kunnen maken waar het weer fijn is te vertoeven. Voor mij was het afgelopen jaar vooral de herdenking van de afschaffing van de slavernij en de hele discussie daarover en de betrokkenheid van bewoners ook hier daarover. En dat heeft heel veel gedaan met mensen. En een dieptepunt? Nou, die ken ik eigenlijk niet. Waren geen dieptepunten in Zuidoost? Nou, niet dat ik dat weet. Laat me het zo zeggen. Ik zie in elke ontwikkeling een kans. En ik denk dat er ongetwijfeld dingen zijn gebeurd die niet kunnen of beter zouden moeten. Maar laten we dat zien als het kan eigenlijk niet erger. Het kan alleen maar beter. Zuidoost stond altijd een beetje bekend als het rommelige stadsdeel. Is dat terecht? Ja, maar hier leeft het. Hier leeft het. We liggen bij elkaar overhoop. En het is soms oorlog, verbaal dan. Maar we komen altijd weer met onze pootjes op de grond terecht. En het komt altijd weer goed. Ik heb al in mijn nieuw uitgesprek dat ik erg optimistisch ben over de toekomst van Zuidoost. De cijfers gaan de goede kant op. Een hele grote beweging gemaakt. En die stap moet ook zeker doorgezet worden.